Lieve kijkers en luisteraars van de eerste, de beste vrijdag. Middagborrel, jawel. Vrijmibo! Hey. Jawel, we gaan ervoor, mensen. Weekie, hè? Oh. Ja, oi. Mensen, we gaan lam vandaag. Lekker vrijdag. Los. Juist. Lekker naar die voetbalstadionnetjes. Als je thuis bent, lekker 8 uur, bankie, biertje, schakelkanaaltje. Juist. Wat een leven hebben wij toch, hè? Heerlijk, die vrijdag is genieten, jongens. Ja, ik heb er wel even een weekje over nagedacht, hè? Ja. Een dagje microdozen met Katja Schuurman zeg ik geen nee tegen. Nee toch? Nee. Toch niet hoor. Nee, ik ook niet. Nee, ik zou het toch wel doen hoor. Even een dagje. Ik moet wel zeggen, ik heb uit meerdere hoeken commentaar gekregen op mijn Caroline Tensen suggestie van vorige week. Ja, dat is echt waar. Ja, die dacht erna wel, Ferry kwam ook met een foto van Caroline Tensen. Ja, maar... Het is geen Katja Schuurman. Nee, dat is geen milf. Nee, nee, maar wat zijn de mensen dan? Ja, die snapte dat ook niet. Maar nee. Er was er wel eentje, een NAC-supporter. Oh shit, hoe heet die nou ook weer? Ja, maar die hebben geen smaak. Ja. Die stuurde mij een DM'tje. Die zei en dat ik gelijk had over de Oranje Winter. Dat het een kutprogramma was. En die zei dat die Caroline Tensen ook een milf vond. Ja, dus wat dat betreft, lekker man. Ja, maar die lekker. Wil sokken of zo. Die was er eentje. Die was dat wel eentje. Dat was leuk. Uit het niks ook gewoon. Ik zit te denken van wie gaat die noemen? Welk lekker milf gaat die noemen? Nee, maar wat ik gewoon bedoel Caroline Tensen. Zij ziet daar voor haar leeftijd. Ik vind haar... Nou, ja, maar dan komt dat ze 57 is of zo. Jongens, je kennen we shows over volgende. Ja. Maar het is geen niveau Katja Schuur. Man, nee, dat niet. Ziet er lekker natuurlijk uit. Je hebt natuurlijk een lekker klein paddootje ook lekker in de ochtend. Lekker gewoon. Man. Is toch prima? Ja, tuurlijk wel. Goeie kwarktassen. Juist, zo is het. Zeg Lars altijd, de goede tassen. Goeie tassen. Goeie tassen. Hey, wat vind jij ervan nieuw, Katja Schuurman? Hè? Ja. Is een mooie vrouw, toch? Dus ooit naast haar gezeten. Nee, joh. Op één. Ja. En? Ja, dat was toen nog Jinek. Ja. Toen was ze de hele... uitzending zat ze naast me tegen mijn stoel te trappen. Oh. Ja, dat was een signaal. Ja, maar toen was ze nog niet aan het microdozen. Ze was een beetje zenuwachtig. Ja. Neem nou even dat happy paddo. Ja, wat helemaal lekker dan. Hey, we gaan even beginnen met iets. Er zijn wel eens mensen in de voetballerij. Voor mij was Henk de Jong bijvoorbeeld iemand waar ik later... ik heb het ook altijd bij, hoe heet je ook weer, die met het matje... Nathan Rutjes heb ik ook. Yep. Die mensen waarvan je een bepaald gevoel oproepen. Ja. En waarvan je denkt van, oh, dit zal wel zo zijn. Of die zal wel een beetje... Ja. Dat had ik ook altijd een beetje bij Hartman. In het begin. Toen dacht ik, dat is wel een beetje een irritant ventje, dacht ik. Waarom dacht je dat dan? Dat dacht omdat ik gewoon door zijn... om heel eerlijk te zijn, dat was mijn eerste. Maar zo ken ik jou helemaal niet. Nee, maar daarom ben ik nu open en eerlijk. Wat is het, omdat hij een tatoeage heeft? Omdat hij een tatoeage in zijn nek heeft, dacht jij dat, dat Hartman een eng man is? Ja. Maar ik ben er helemaal van terug. Ja, wie niet? Nee, iedereen denk ik. Ja. Ik denk ook niet dat ik de enige ben die misschien in eerste instantie zo'n associatie had met hem. Maar hij is misschien wel een van de allerliefste jongens in de voetballerij. Maar vertel even het verhaal. Ja, want wat gebeurde er? Mensen opeens een tweet van mensen die werden afgesneden door een hele dure auto. Ja. Bij Jan van Geffen, hè? Ja, Jan van Geffen. Van de Stichting Ambulance. Van de Stichting Ambulance Mens. Dat bleek dus Hartman te zijn. En die dus stopte en het moment pakte om met diegene die als laatste wens nog een keer naar de Kuip kwam. Die wilde even naar de Kuip kijken alleen. Juist. En die kwam daar eventjes gewoon voor die ernstig zieke. Ja. En dat was gewoon heel lief. En die Hartman is echt de liefste gozer in de gehele voetballerij. 100%. Ja, als je die interviews ook hoort van hem, daar zit gewoon geen kwaad bij. Hij is een hele lieve, zachte gozer die ook nog eens geweldig kan voetballen. Want die Hartman is denk ik de ook voor in Oranje linksback voor de komende 10 jaar. Ja. Nou ja, 100%. We hebben wel meer aardige spelers. Ja. Maar een prachtig momentje. Hartman gaat spelen. Maar ik vind dat Stichting Ambulance wensen kan ik niet volgen. Nee? Ja, omdat nee, dat het zo emotioneel is, denk ik. Ja. Zo heftig allemaal. Echt zo knap, die Jan van Geffen, die volg ik wel. Echt knap wat die allemaal zeker. Nog voor elkaar krijgen. Ja, ik vind ook altijd als je de tweet ziet van de vrouw van 23, ik noem maar wat, wilde nog één keer naar de duinen toe, ik noem maar wat. Dat verscheurt je dan toch wel? Ja, 100%. Ik vind het ook altijd moeilijk hoor, om dat soort dingen te lezen. Ja, en vooral dus dan had je ook nog wel eens hebt dat als ze inderdaad naar een voetbalwedstrijd gaan en dat er dan kutterij is op wat voor manier dan ook. Of met support. Nou ja, bij Vitesse. Dat was dus ook bij zo bij via Vitesse waar we het woensdag over hebben gehad. Ja. Er was ook één iemand die wilde nog voor de laatste keer naar zo'n voetbalwedstrijd toe. En dan gebeurde dat. Ja. Maar ik begreep wel dat het wel iets anders zat dan
op X stond. Nou, hè? Op X, en dat was voor mij zelfs een journalist die dat had gezegd. Die had Dennis gezegd, van Eersel? Ja, die had gezegd dat die supporter hadden aangevallen. En ja. dat was niet zo. Nee. Ze hebben gedacht van dit wordt gevaarlijk, dus die lui moeten weg hier, want anders zitten ze tussen. Mm. Nog dramatisch natuurlijk. Ja, maar goed. Ja. Maar ja, maar die Hartman, mooie vent. Goeie kerel. Mooie vent, echt waar. Absoluut. Zeker. Maar absoluut. Jij dacht dus eerst dat het een eng mannetje was, omdat hij helemaal onder de tatoe zat en dat hij een beetje nek, zo kort een nek en dat hij kort kopje hebt of zoiets. Nou ja, goed, kijk, laten we heel eerlijk wezen. Je bent toch wel eens gewoon een beetje, ik wil niet zeggen vervooroordeeld, maar gewoon dat je denkt dat iemand een bepaald type is. Ja, en dat blijkt er dus uiteindelijk helemaal niet te zijn. Ook slimme gozer, hè? Want volgens mij heeft hij ook rechtenstudie gedaan. Dat dacht ik. Of zijn vriendin. Daar heb ik echt nog nooit over gehoord. Maar okay. ik heb dat ook wel met tatoeages. Hè? Durf ik bijna niet toe te geven. Ik vind het ook best wel mooi. Mm, ik hou bij er ook vrouwen van. Ook. Ja. Vind ik dat best wel mooi. Maar we hadden toen bij de kinderopvang. Ja. Van mijn en wij moesten mijn kind afgeven aan een vrouw die echt zo'n sleeve had. Ja. En toen dacht ik van, nou moet zij voor mijn kind gaan zo. Ja, nou, hartstikke lieve vrouw, hartstikke goed. Ook een hele enge gedachte. Ja, nee, daar baal ik zelf ook van. En wat vinden jullie dan van mijn tato? Ik heb één tato op mijn borst, anker, loede onder. Ja, vind ik belachelijk. Ja, schandalig. Hè? Geen pan. Geintje. Nee, maar ik vind tatoeages ook mooi. Ik heb ze zelf bijvoorbeeld niet. Omdat ik zelf dus niet zou weten wat ik moet neer. Zou Anko Jansen tatoeages hebben? Hè? Nou, die zullen wij voorlopig niet meer zien in die pakken. Hey, Anko Jansen die kwam hier in Fully Stony. Ja, Stony to the Bony. Hier aan tafel. De jongen van het volk. Ja. Die is naar het Stuyve Sandplein gelopen na de show. Die is in zijn auto gestapt. Die is naar Hilversum gereden. Ja. Die heeft zo'n grote bril opgezet. Ja. En een kooltrui aan. Zwarte kooltrui aan. En die is gewoon serieus gaan analyseren. Ja, dat klopt. Hè? Ja. Ja, Anko. Zo is het gegaan volgens mij met Anko. Gaat snel, hè? Ja. Dat gaat zeker snel. Ja, wat denk jij erover dan, Larsie? Nou, ik zit er altijd wel gewoon van te genieten. Ja, als ik dan dacht hoe die bij ons zit. En dan zit hij bij voetbalpraat daar inderdaad als professor Zonnebloem. Met die ronde bril op. En dat ding helemaal zo. Ja, daar moet ik wel een beetje. Daar ken ik van genieten, ja. Lekker, maar dat is mooi bij VSC. Of dat weet ik wel toch? VSC. Ja, bij onze bogel. Was Anko Jansen ook in die bestuurskamer. Stak hij een peuk op. Dan zeiden ze, wat doe jij nou? Ja. Oh ja, dat deed hij toch ook? Nee, ik ging naar buiten. En dan zit hij daar in zijn driedelig pak. Mooi. Goed, hè? Ja, was mooi. Anko Jansen, wel de wereldfan. Wereldtopper. Hey, wat zei je nou, professor wat? Professor Zonnebloem. Ja, mooi. Hey, dan eventjes. Grotere vriend van Maurice Stijn. Joop Buit of Rafael van der Vaart? Ja, dat is echt niet normaal, hè? Rafael van der Vaart, gisteren ja, ook weer. Dat is wel op, zondag. Zondag, ja. Ja. Studio voetbal gezien. Ja, ik heb Inside Information. Niet van Pierre, maar... Nee. Ja, Van der Vaart heeft natuurlijk dat baantje aangeboden gekregen bij Ajax. Ja. Toen van Stijn. Ja, en ja, die kan nou niks verkeerd doen natuurlijk. Ja, want wat werd er nou gezegd in Studio Voetbal? Hij zei dus, Rafael van der Vaart zei, ze zijn nog steeds Ajax nog steeds uitgeschakeld in de beker door Hercules. En jullie doen net alsof het fantastisch gaat. Waarom doen jullie dat? Jullie willen eigenlijk dat Van het Schip het goed doet. Zodat jullie kunnen zeggen, Stijn kon er geen klote van. Ja, het gaat dat was eigenlijk de strekking van het verhaal. Ja, ja maar het gaat echt hard op hard, hè? Ja. Nog steeds daarover. Ja. Die gasten kunnen het ook allemaal neerlaten rusten of zo. Maar ik snap Van der Vaart wel. Want ik heb dat wel namelijk. Ik ben dit seizoen gewoon voor Ajax. Die mogen echt iedere wedstrijd winnen van mij nu. Dus ik kan me best voorstellen dat daar meer mensen... Nee, dat snap ik. Maar Van Oordonk, die is ook wel redelijk rancuneus, denk ik. Ja. Dus ik geloof gerust dat hij dat ook wel hoopt. Maar voor de rest denk ik niet. Andere mensen. Maar hij zit er diep in, hè? Raffi. Raffi, ja. Ja, dus ik denk dat ze wel samen lekker op vakantie gaan. Hè? Gaan ze lekker naar zo'n strandclubje. En wat denken jullie van Ibrahim Afellay? Nou, Lars was er buiten de uitzending nogal uitgesproken over wat je van hem vindt als analist. Ja, ik vind het... Is het een vooroordeel of inhoudelijk? Nee, dit is wel... ik vind hem... De afgelopen zondag was het helemaal een toestand. Want toen gingen de gesprekken langs elkaar heen, jongen. Dat was niet te geloven. Yep, gesprekken ik heb het over niet PSV Utrecht gingen dan over. En die zaten gewoon totaal niet op één lijn. Volgens mij was het met Jeroen Stekelenburg, volgens mij. Ja, ik vind... Ja, hij zegt heel vaak... Het is een beetje makkelijk allemaal. Ja. Niet echt heel... Een beetje wat wij doen. Ja, een beetje op safe altijd een beetje. Ja. Maar zou je dan van tevoren bedenken van... wat ga ik zeggen? Of niet? Zou hij dan iets eruit lichten?
Nee, ja, hij praat wel ook vaak in de algemeenheid. En hij is ook wel gek op het gebruik van uitdrukkingen, ja. en metaforen en dat soort dingen. Maar hij zegt ze vaak net even verkeerd ook. Ja, wat ik wel een beetje dacht. Ik dacht dat Raffel van der Vaart en Pierre van Hooijdonk juist een heel leuk duo zou kunnen vormen. Ook dat rond dat oranje. Dat zijn ze ook wel. Hoor. Ja, maar dat deden ze hartstikke leuk. Maar volgens mij is de sfeer onderling. Weet je, hoe gaan hun na de show met elkaar om? Weet je, prima. Ja, dat wel. Ik begreep dat Afly, die kijkt ze allebei niet meer aan. Maar zij maken elkaar af aan die tafel. En daarna dan drinken ze nog een biertje en dan rijden ze weer gezellig naar huis. Ja, oké. Dus hun kunnen wel gewoon hard aan tafel zijn. Ja, volgens mij wel. Over dat onderwerp. Ja. Daarover gaat het dan. Ik denk niet dat ze het eens worden over Maurice Stijn. Nee, dat weet ik niet. Maar ze kunnen wel gewoon lekker met elkaar opschieten nog steeds. Ja. Ja. Ik moet wel altijd gewoon lachen. Gewoon als het over een andere club gaat. Het gaat over Twente. Dan is het, ja, maar Twente wordt nooit een topclub. Het wordt nooit. Hij doet alles binnen twee tellen. Je gaat het over Ajax, PSV en Feyenoord, zeg maar. Ja, maar ja, die jongens die heeft ook gevoetbald. Kijk, ik heb er ook last van dat ik over de KKD moet maken. Ja, zelf op dat hogere level. Weet je dat Marco van Basten, die had dat ook. Ja. Die was ook natuurlijk. Marco van Basten was op zich een goede trainer, maar hij kon zich niet inleven in die gasten, omdat hij op dat niveau zat. Ja. Dus zelf. Ga jij nou beweren dat jij je niet kunt inleven in Ronald Koeman Jr.? Nee. dat blijf je mooi vinden. Ja. Schitterend. Hey, maar even wat anders. Stel nou. Kijk, alles wat wij hier zeggen en wat wij hier uitdragen, dat menen wij toch? Daar staan wij toch altijd helemaal achter. Ja. Voor de 3 uur daarna wel. Maar we maken wel show hier. We maken zeker weten show. Maar wat vonden jullie nou van het spandoek bij Antwerp als steunbetuiging voor Mark Overmars? Ja, wat stond er? Kijk, Mark Overmars die is natuurlijk nu voor een jaar wereldwijd geschorst. Ja. Nog steeds voor die dickpics. Mm-hmm. Ja. Maar FC Antwerpen steunt Mark Overmars. Want er stond wat op het doek, toch? Weet je precies wat er stond? Ja, de spelers die stonden inderdaad voor de wedstrijd met een spandoek met Overmars voor altijd achter je. Ja, Mark Overmars stond het ook achter al die wijven. Deze grap is nog geen eentje gemaakt. Nee, dat denk ik niet. Maar wat vinden handig? Ik vind dat Mark Overmars wel wat te hard wordt gestraft op dit moment. Ja, vind ik. Dat is wat anders, hè? Maar dat vind ik ook. Ik vind het echt bizar zelfs. Want kijk, wat Mark Overmars heeft gedaan. Mm-hmm. Hè, die heeft bij meerdere vrouwen schijnbaar onzedelijke berichten gestuurd. Nou, daar kun je hem lachen, maar die vrouwen zijn daar blijkbaar door geïntimideerd. Hè? Die hebben dat onprettig ervaren. Nou, hij wordt ontslagen bij Ajax. Mm-hmm. Prima, toch? Mm-hmm. Terecht. Maar dan hoef je toch niet geschorst te worden? Want dat gaat toch in het bedrijfsleven ook niet? Als jij ergens wordt ontslagen vanwege onzedelijke activiteiten, ja, dan staat dat heel slecht op je cv. Maar dan ga je toch naar een ander bedrijf en dan leg je het uit. Ja, en dan het ligt er misschien ook een beetje aan. Als je nou bijvoorbeeld advocaat bent, dan kan je toch ook geschorst worden? Weet ik niet. Volgens mij kan dat. Als je advocaat. Het ligt misschien ook een beetje aan de beroepsgroep. Maar ik weet wel, hij is ook gestraft in de media. Hij staat voor lul voor het hele land. Ja, maar land. Weet je wat ik niet begrijp? Voor zijn eigen gezin. Hij moet gewoon een jaar zijn bek houden. En dan is het klaar. Dan heeft hij zijn straf uitgezeten. Dit is al een jaar geleden, toch? Nee, maar goed. Die straf is ingegaan van een jaar lang dat hij dat niet mag uitoefenen. Maar weet je, dat zo'n spelers ook met zo'n spandoek moeten staan. Ik vind het ook een beetje... Dat is ook een beetje want die spelers moeten dat doen. Ik weet niet hoe hun erover nadenken. Ik begreep dat ze niet eens wisten wat erop stond. Dat hebben we ook gehoord uit nog doorgaans betrouwbare bronnen. Dat sommige spelers dat ook niet eens wisten. Die kregen gewoon een spandoek in hun hand. Ja... Gaat het allemaal? Nee, maar dit slaat ook nergens op. Vooral niet om dat je het naar buiten toe uitdraagt. Nee, dat snap ik dus ook niet. Dat slaat nergens op. Zij kunnen, als ik een speler was en ik heb daar niks mee te maken. Ik ben bij Antwerpen en ik ben goed met Marco, maar stuur ik hem een bericht. Ja. Van, ik sta achter jongen en een fotootje bij misschien van mijn lul. Maar dat hoef je toen niet aan de wereld te laten zien. Nee, dat snap ik ook niet. Ja. Ik snap ook niet je kan toch gewoon zeggen, kijk... Als hij voor een jaar geschorst was, je kan toch gewoon zeggen, oké, we wachten dat jaar af. Kijk, dan heeft hij zijn straf uitgezeten. Maar volgens mij gaat hij ook nog een beetje een soort van hoger beroep. Ja, gaat dat nog. Gaat hij dus ook. Dus nu wordt het weer een heel ding. Gaat. Wij hebben het weer erover als zeer opinierend maken. Podcast. Weet je, waarschijnlijk staat het ook weer in de Telegraaf allemaal wat wij zeggen. Nou, ik ben dus wel benieuwd, eigenlijk nu, hè, want het blijft doorgaan van, wat heeft hij nou eigenlijk gestuurd? Ja.
Behalve die dickpics dan. Weet je, maar van, zal ik je even lekker Beffend kopiëren? Ook, of zo? Wat zijn we nou hebben gestuurd dan? Zal ik eens even lekker rap vanaf het linkerkantje naaien? En vooral, dat ding. Vooral ook. Het lijkt me wel mooi dat hij allemaal van die voetbaltermen dan erin zou gooien, weet je? Ik heb jou zin om even... Hey, zullen we elkaar even lekker counteren? Weet je, dat soort dingen. Zou dat zo dan gaan? Maar... Is jouw matje lekker kort gemaakt? Weet je, dat soort dingen, ja. Ja. Maar hij moet ook reactie hebben. Of zou dat puur eenrichtingsverkeer zijn geweest? Ja, dat weten we niet. Maar daar komen we ook nooit achter. Ja, maar dit moet. Mark Overmars moet in hoger beroep. En alles moet geopenbaard worden. Wat? Bij sommige wederkerig was. Oh, was het wederkerig. Ja, ja, dat moet. Want ja. Jij stuurt toch geen 100 berichten naar iemand die niet reageert? De dubbeltekst, dat moet je eigenlijk niet doen. De dubbeltekst moet je niet doen. Moet je niet doen. Dan moet je toch denken, oh shit. De double dick text zou ik niet doen. Mark Overmars, je had het wel druk hoor. Druk in die tijd. Ja. Ja, ja, en het mooie Ajax is... Ajax runnen. Ja. Heel de tijd met al die vrouwen bezig. Ja. Maar hij, komt, hij zit heel dag met die telefoon in zijn hand. Dus hij komt er gewoon mee weg. En dat bakje koffie. Ja. Dat bakje koffie en die telefoon. Even zaakwaarnemer. De mooiste foto die ik van hem gezien heb, was dat hij staat op een foto en dan staat hij met zijn blouse en dan staat zijn blouse zo tussen twee knoopsgaten, staat helemaal open. Dan zie je zijn navel erin. Mark Overmars. Heerlijke foto. Goed man. Ja, maar goed, in ieder geval wel ja, bijzonder. Het is wat allemaal, hè? Het is wat. Het is wat. Laten we gaan naar een iets rustiger uitdekje van deze podcast. De vrouw van Tom Egbers, die maakt gewoon een musical, een theaterstuk over het jaar, hè? Ja. Oh, echt? Ja. Ja, ik heb ook zoiets. Moet je ook niet doen. Nee, moeten we ook even contacten, hè? Ja, we moeten een keer met Tom bellen. Tuurlijk. Ja. Moeten we een keer doen. Moeten we doen. We willen Tom terug op tv. Juist. Toch? Maar dan gaan we door naar, ja, sowieso voor de vrijdagmiddagborrel, het leukste onderdeel. Oh. Ik kijk even naar jou. Kijk even naar de telefoon. Gaan we het zingen? Tellietje doen. De telly van Ferry. De telly van Ferry. Zing even door, zoals ik zat gewoon even appjes te De telly. Ja, we gaan bellen, jongens. Ferry. En jullie weten het al, hè? Ja, we weten het al. We gaan met ESPN bellen. Pascal Kamperman. Jawel. Als hij opneemt. Heren, goedendag. Pascal Kamperman, Kamperman, Pascal Kamperman. Pascal Kamperman, Kamperman, Pascal Kamperman. De sfeer zit er goed in hier, Pascal. Ja. Ja, dat merk ik. Ja, daar is de vrijdag Meepo voor. Ja, zeker weten. Precies ook zo, ja. Hé, we hebben afgelopen woensdag waren we iets serieuzer. Want we hebben een aantal boze mensen op ons dak gehad over de maandag. Ik ken ze. Wij hebben jullie gemist, man. Ik krijg ze ook op mijn dak. Ja, en hoe kwam dat? Want wij hadden de conclusie zelf eigenlijk getrokken dat er een aantal wedstrijden waren ingevoegd. Die eigenlijk niet gepland waren. Ja, nou ja, ik moet heel eerlijk bekennen. Kijk, ik ga niet over dat soort beslissingen en zo. Dus ik weet het ook niet helemaal exact. Maar het is volgens mij inderdaad heeft het daar heel veel mee te maken. Ja. Normaal stonden er natuurlijk maar 2 of 3 wedstrijden voor die maandagavond. En werden die inhaalwedstrijden aan toegevoegd. Maar dat gebeurt dan op zo'n late termijn. Dan is het gewoon niet te doen om dan nog even zo'n programma uit de grond te stampen. Daar komt even iets meer bij kijken dan alleen aan de tafel gaan zitten en een microfoon neerzetten. Zo doen wij het wel. Ja, ik ook. Ik ga ook gewoon zitten en ik ga een beetje kletsen. Maar helaas komt er bij tv toch iets meer bij kijken. Dus dat is dan soms wat lastig. En dat zal zeker een rol gespeeld hebben. Ja je kunt het ook... Het grappige is ook, ik weet dat jullie vaak naar het schakelprogramma kijken. Zeker. En, er zijn meer mensen die daarnaar kijken. Maar ik heb in het verleden ook wel eens boze mensen gehad over het schakelprogramma. Die vinden het maar niks en noem maar op. En nou is het er een keertje niet. En dan zijn mensen ook weer boos. Ja, 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 ja. Je kan het ook nooit goed doen. Dat is ook zeker zo. Dat is ook een beetje zo, ja. Ja, dat geeft ook niet. Iedereen mag er wat van vinden, hoor. Dat is ook prima. Maar het liefst had ik ook een schakelprogramma gemaakt maandag, zeker. Maar dat lukt even niet meer. Gelukkig zijn jullie vanavond weer voor de mensen. Zeker. Toch? We gaan er weer vol tegenaan, inderdaad. Ik verheug me nu al. Zit jij er of is het Twan?
Nee, ik ben er. Ja, mooi. Ik ben me druk aan het voorbereiden. Oh, jij bent al een studio natuurlijk. Ja. Hey, wij hebben... ik mag geen bier erbij drinken. Nee, professioneel blijven. Ja. Hey, wij hebben eigenlijk zowel Twan van Peperstraat als Hans Kraai hebben we hier ooit al aan deze telly gehad. En heb jij Hans gehoord toevallig of niet? Ja, zeker. Want die had een voorkeur voor jou, hè? Ja, dat hoorde ik. Nou, volgens mij vindt Hans het altijd leuk. Maar goed, ja, ik ken Hans al vrij lang. Ik kan me ooit herinneren dat toen ik op de school van journalistiek zat, mijn eerste verhaal wat ik toen moest maken, dat deed ik bij de Graafschap met Hans. En ik weet nog dat ik dat verhaal terugkreeg van de docenten die zei, nou, ik vind voetbal helemaal niks, maar ik heb hier wel om dit verhaal wel smakelijk gelachen. dat was mijn eerste ding die ik met Hans samen gedaan heb. Dus dat gaat al heel ver terug. En goed, wij vermaken ons altijd wel op de vrijdagavond. En ik kan wel lekker een beetje klooien met Hans inderdaad wat dat betreft. Dus en hoe moeten wij dat, want het is ook altijd wel met die commentatoren, hè, met Koert en Leo. Maar zitten die dan bij jullie in de buurt of hoe moeten we dat zien? Nou ja, een verdiepingje hoger in een in de bezemkast, zeg maar. Ja. Je loopt natuurlijk voor de tijd daar rond en dan is het al gezellig met elkaar. En dat gaat soms in de uitzending ook verder en soms gaat het misschien een beetje te ver. Dat kan ook, dat mensen dat vinden, maar het is altijd wel gezellig. En ik vind altijd wel, je moet het allemaal ook niet te serieus nemen. Ik snap dat het voor supporters natuurlijk heel belangrijk is wat het eigen clubje hier doet. Ja. Maar je moet het ook allemaal soms wel een beetje kunnen relativeren. Wij proberen er altijd een leuk en gezellig programma van te maken op een vrijdagavond. Vooral niet te zwaar. En dat lukt met Koert en met Leo en met andere Leo. En met Hans lukt dat prima. Ja, dat past ook helemaal bij de competitie, vind ik. Ik vind dat gewoon precies. Helemaal top. Is echt leuk. Ja, tuurlijk. Ik hou echt van de keukenkampioendivisie ook. Er gebeurt natuurlijk gewoon altijd wat. En er gebeuren de meest gekke dingen. Ja. En ook prachtige dingen. Schitterende doelpunten. Zoals Hans het noemt, steekballetjes. Ondeugende balletjes. Ondeugende balletjes, inderdaad. Het is nooit saai. En het is spannend. En dat maakt het juist ook zo leuk. En ik ben het met je eens. Dan moet je het ook wel een beetje gezellig maken. Zeker ook op een vrijdagavond. Mensen toch aan een weekend beginnen. Ja. Dan moet het ook leuk zijn. Maar kun je dan, als dan in de laatste minuut van de wedstrijd de keeper van Telstar een bal op zijn hoofd krijgt. En je moet daarna dat serieus nog gaan vertellen. Ja, dat lukt ook niet altijd, hè? Ik moet wel altijd vreselijk lachen, inderdaad. Ja. Maar dat bedoel ik ook een beetje. Weet je, kijk, voor hem is dat natuurlijk heel pijnlijk. En hij is waarschijnlijk nog 2 dagen chagrijnig van. En logisch ook. Daar moeten wij wel om lachen dan toch. Dat is toch komisch. En dat vind ik, moet je ook wel laten merken in zo'n uitzending. Want dat is. Ik kan me niet voorstellen dat mensen thuis daar op de bank dan serieus naar zitten te kijken. In de zin van, Nee. Ja, die van Telstar misschien. Maar... die gooit de tv eraan uit. Maar de meeste mensen zullen er ook thuis wel op de bank enigszins lachend zitten. Denk ik aan. Dus, ja. Hey, maar Pascal, jij volgt Nederland zelf toch ook namens ESPN? Ja, zeker. Ook dat nog, ja. Ja, dus het gaat alle kanten op. En hoe ziet er dat van de zomer uit met het EK? Ze hebben eerst nog een kleine voorbereidingsperiode hier in Nederland, voor zover nu de planning is. Dat staat allemaal nog niet helemaal vast. Maar dat zal dan zeg maar tegen het eind van de competitie zijn. En dan zijn een aantal zijn natuurlijk al uitgespeeld. De anderen zullen misschien nog een Champions League finale moeten spelen of play-offs moeten spelen. Dus dan beginnen ze met verzamelen. Dat gebeurde eerst hier in Nederland. Ja, dan zal het ergens begin juni, dan gaan ze naar het prachtige Wolfsburg om daar te bivakeren. Dus dan verkassen wij daar ook heen inderdaad, ja. Dat wordt weinig suipen, denk ik, daar zo. Dat wordt... Hè? Als iemand nog een tip heeft waar dat in Wolfsburg wel op een leuke manier kan, dan hoor ik het graag. Maar het is niet de meeste...
meest exotische plek op deze aardkloot inderdaad waar je terecht kunt komen. Dus ik ben de eerste wedstrijd in Hamburg, ben ik er ook bij, dus dan moet je me even appen. Okay. Voor ja, Hamburg is leuk. Daar ben ik al een paar keer geweest. Dat is echt een prima stad. Dus dat lukt wel. Hey Pascal, wij hebben trouwens nog een gezamenlijke hobby, hè? Weet jij dat? Ik kan niet zingen, dus dat kan het niet. Dat is hem niet. Naast de KKD, wij houden van varen. Ja. Jij ook, hè? Ja, dat heb je wel. Volgens mij heb je dat wel eens verteld. Ja, zeker, want ik volg jou op Instagram en dan vooral zomers hoop ik altijd van jou te genieten. Want jij hebt een tent. Want ik weet ook gewoon wat voor boot jij hebt. Jij hebt een tent daar sloep, hè? Ja. Ja, lekker, man. Ja, dat is echt. Dat vind ik echt een feest. Ik bedoel, de voetbal op vrijdag is leuk, maar varen is minstens net zo leuk. Ja, varen. Dit is leven. Niet echt weer voor, maar... Nee, nu niet. Maar lekker van de zomer gaan we lekker dat water op. Hé, maar waar zo vaar jij dan graag? Kijk, nu gaan we echt de goede kant op. Overal. Nee, ja, dat maakt mij niet zo. Soms maak ik een tocht van een paar dagen. En dan zoek ik onderweg plekken om te kunnen overnachten. Kan eventueel ook op een bootje. Maar dat is niet echt heel comfortabel. Ja. Het kan ook gewoon door de gracht zijn of Vinkeveen. Aan de andere kant op, Brasemermeer. Ja, is mooi Brasemermeer. Ja. Daar komen wij ook vaak. Kun je goed vissen ook, toch? Ja, Brasem. Ja, helemaal. Heerlijk. Even terug naar het voetbal, Pascal. Ja. Belangrijke zaak. Wow. Ja, de mensen bij ons luisteren echt voor het voetbal natuurlijk. Ja. Dus, maar over die KKD, wie denk jij wie de twee ploegen worden die gaan promoveren? Ja, mooie vraag. Ja, dat is een goeie. Ik denk toch Willem II dan wel. Ja. Dat is natuurlijk even de vraag hoe ze het nu weer op gaan pakken. Maar ik ga er eigenlijk wel vanuit dat ze ondanks die misstap van vorige week dat wel weer goed komt. Ja, en daaronder wordt het natuurlijk wel heel spannend. Ik denk dat nummer 2 wordt of Roda, dat is heel flauw, of ADO. Ja, heb je heel goed gezegd. Ja. Nou, Groningen komt er ook wel aan, hè? Ik natuurlijk ook nog wel een beetje op de Graafschap, maar... Als ik nu mijn geld zou moeten inzetten, dat is niet zo heel veel, dus dat scheelt, is het Roda of ADO. Kijk, lekker man. Okay. Nou... Ik ga met je mee. We gaan het meemaken. Met je mee, Pascal. Wil jij nog iets vragen, Lars, of niet? Nee hoor, nee. Ik zit er genieten. Wat ben je stil, Lars? Ja, ik ben niet zo goed in vragen stellen. Ik zit gewoon lekker te luisteren. Nou ja, doe je ook die podcast. Ja. Lars is de enige presentator in de wereld die gewoon nooit de vraag stelt. Nee. Dat is ook ongelooflijk, maar ja. Nou ja, dan gaan we gaan er gewoon even van genieten, Pascal, vanavond. Ja, wij ook, hoop ik. Hey, Lars zou ook wel goed zijn met Hansie. Want dan zegt Lars gewoon, hey Hans, alles goed. En Hans gaat gewoon een monoloog beginnen. Maar Hans is met iedereen goed. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, dat zou bij ESPN zou ze wel kunnen gebruiken. Hè? Een praatprogramma over de KKD of zo. Toch? Ja. Of niet, Joop? Goed, voetbal op vrijdag is niet helemaal... Dat is niet gepraatprogramma. Dat is wel een beetje voorbeschouwing, maar niet echt... wie weet komt dat binnenkort als we alle wedstrijden ook live doen. Dan gaan we daarna ook nog een praatprogramma verzinnen. Komt allemaal, allemaal. Ik zou zeggen, gooi eens een balletje op. Ga ik doen. Heel goed. Welkom, dat weet jullie. Ja. Hey Pascal, hartstikke bedankt dat we even mochten bellen. Ja, zeker. Oké, succes vanavond. Pascal Kamperman, Kamperman, Pascal Kamperman. Ja, la, 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 la. Pascal Kamperman. Hij blijft even hangen. Hij blijft even hangen. Ik zou het niet uitbrengen als single. Ja, dat niet doen. Lekker man. Ja, man. Kampermannetje. Goed, hè? Goed gesprek, jongens. Zeker. Leuke vent. Ja. Goede presentator. En gewoon een liefhebber van de KKD. Nou, het mooie was, want Wouter heeft het voor ons geregeld, hè, zal ik eerlijk zeggen. Ik heb dit keer niet Wouter zelf... Wouter Bouwman? Nee. Onze Woutroe. Wouter. Woutroe. Oh, opa Woutroe. Ja. En, voor intimie. Dan weet ik gelijk wie het is. Ja. En die had dus gestuurd naar Pascal Kamperman. Het wordt pas op vrijdag uitgezonden. Ja. En zei Pascal Kamperman, ik ben gewoon een vaste luisteraar. Ja, dus ik weet het allemaal. Ik weet precies hoe het gaat. Dat is toch top. Dat is toch top. Ja, ze luisteren allemaal. Oh, joh. Hè? Mooi. Raffel van der Vaart, zou die luisteren? Nee, dat die komt nog. Want ik denk wel dat het een liefhebber kan worden van onze podcast. Ik heb het één keer geprobeerd om zijn nummer voor de telly. Ja. Weet je dat nog? Maar dan was het op een gegeven moment een beetje gênant. Want toen had ik aan mijn grote vriend Pierre van Orden ook gevraagd.
Oh, goh, zou ik het nummer van Rafa van der Vaart mogen? En toen zei hij, nou, het is vanavond Nederlands elftal, dus dan zie ik hem. En dan vraag ik het hem zelf wel even. Ja. Dus kortom, ik wil eigenlijk het nummer niet delen. Ja, ja, daar ga ik ook niet appen. Hey, heb je nog gevraagd, Pierre? Ja. Ik heb niks meer gehoord. Je hebt me ook de tering. Maar Pierre luistert toch ook? Nee, die luistert niet, man. Soms denk ik. Nee, soms. Zit niet wel. Ja? Zit niet wel. Zit niet, alles goed, jongen. Oude dibbes. Gaat hij nog transfereren, misschien? Ja, waarheen dan? Ja, dat is nog niet bekend, maar niet in Nederland. Oké, lekker. Dit was een waanzinnig brugje, want we zijn even aangekomen bij een heel klein transferblokje. Oh, maar die ga jij voorlezen. Ja, die ga ik even voorlezen, want er zijn verschillende transfers. Zijn er wat moeilijke namen? Er zijn wat moeilijke namen, dus laat ik het maar doen. Scouts van Juve en Girona zitten op de tribune, zaten op de tribune bij Jong Ajax Groningen voor Luciano Valente. Leuk speler. Van Juve en? Girona. Oh. Girona, waar die gozer even binnen zes. Dat is Manchester City, toch? Het is nog wel te snel voor Valente om zo'n stap te maken. Moet hij nog niet doen. Eerst naar? Nee, gelukkig. Oké. Maar ze hebben natuurlijk al wat geld binnengeharkt, want Radinho Balker is naar Huddersfield Town. Die ja, ook voor veel geld, hoor. Ja, met een aflopend contract voor toch bijna een miljoen. Ja, toch? Okay, ja. Meer dan een miljoen. En al die doorverkooppercentages. Stop die Wouter Gudde, hè? Ja. Ja, gewoon, ja. De beste. Prima algemeen directeur. Even kijken, maar we hebben nog wel wat transfers en ik zal ze eventjes opnoemen. Andrea Librici van Sint-Truiden onder de 21 naar MVV Maastricht. Oh. Free transfer. Okay. Faris Hamouti van Den Bosch naar FC Emmen voor een free transfer. Goeie speler. Die was toch heel goed? Bij Den Bosch? Vond ik altijd vorig jaar? Ja, ik vond hem bij Almere vond ik hem ook altijd top. Ja, maar nu dit jaar niks van wat. Hele interessante transfer. Ja. Ga door. Naar Emmen. Ga door. Naar Emmen. Ja. Zo. Rob Nizet van Lommel SK naar Willem II, free transfer. Okay. Lars Nieuwpoort, Linton Strikes Again. Ja? Top. Van Carmio Tissa naar Top Os. Linton. En is dat de rechtsback? Nee, centrale verdediger. Ja? Centrale verdediger. De broer van Sven. Toch? Zijn broer heet Sven, toch? Maakt niet uit, lekker Sven, verder. Ja. Niemand boeit het. Dan de volgende. Celton Bial. Van Vitória Guimarães naar FC Dordrecht. Volgens mij een speler die ook in de jeugd, of bij Jong Portugal. Hier weet ik meer van. Want het gerucht ging dat NAC interesse had. Want er was een KKD-club en NAC gaat het gerucht als ook een keeper zoeken. Mm-hmm. Maar dit is echt een grote transfer voor Dordrecht. Die is gewoon bij Portugal onder 21. Okay. Meer dan een miljoen waard. Er gebeuren hele interessante dingen daar. aan de Kromme Dijk. Zeker. En dan hebben we nog Lassana Vaye van Telstar naar Liepāja. Litouwen. Litouwen. Ja, volgens mij wel, ja. Hele jonge gozer. Die heeft al bij ADO gespeeld. Telstars. Allemaal net niet. Die gaat dan naar Litouwen. Krijgt zijn geld weer niet. Ja, dan wordt het ook weer helemaal niks. Nou, hebt en dan kom je uiteindelijk gewoon bij Katwijk te voetballen. Ja. Nee, je hebt in Litouwen. Volgens mij heeft Tuweti daar heel lang gezeten. Donovan Slijngaard. Ja. Okay. Dus volgens mij echt een legend Linksback. In Litouwen. Ja. Bij Vilinius. Met die rastaren toch? Ja. Sparta. Ja. In Sparta inderdaad. Wij weten zoveel. Ja, wij zijn die kenners. Normaal. Dat mis ik bij de Daily Nieuw. Ja, dat mis ik heel erg. Gewoon die basiskennis. Dat hebben ze. Ze zullen ons weer vragen voor Deadline Day. Ja, dat zal denk weer. Het wel. Zitten we weer. Here we go. Ja, meer mag niet. Wij weten alles van Donovan Slijngaard, maar daar mogen we niks over zeggen. Nee. Wij moeten weer... Als het zijn clowntjes. Als het zijn gekken. Here we go. Weer een echte En dan gaat Bruce doen. Oh, heb je hun weer. Het is gewoon zijn eigen idee. Ja. Nee, ze krijgen dat weer. Maar oké. Okay. Aan. Ja. Ja, we zijn er zeker bij. En de hele dag. Je komt nooit meer van ons af, jongeman. Zeker, wij zijn er. Ik maar een uurtje. Ja, Ferry komt. Hij gaat aan tafel zitten. Ja, ik ga met mijn vriend Pierre mee. Ferry komt wat duiding geven natuurlijk. Wat duiding. Heren, we gaan door naar de quiz. Ferry komt dan met Pierre mee, maar ook niemand gedag zeggen. Nee. Ik ben dan gewoon met Pierre. Ik ben nu even met Pierre. Ja, dag. Ons niet eens aankijken. Nee, het Erik Laaiers. Die kleur is KKD. Even kijken hoor. We zijn aangekomen heren bij de quiz. En zoals elke week hebben we natuurlijk twee spelers, een trainer, een stadion en een moment die ik ga omschrijven aan de hand van vijf hints. En dat Churi gaat toch misschien naar Groningen? Ja. Ja? Dat is ook wel even leuk om te vertellen misschien. Nou, bij misschien deze. Is het vrijdag al geregeld. Ja, daarom. Dat zou zomaar kunnen. En dat Churi. Nou, dat is wel goed. Ja. Absoluut. En die kan wel die press ingeven. Ja, dat zal Veen niet doen. Alhoewel begin ik wel het idee te krijgen bij Groningen dat ze nu ook een beetje gaan kopen om het kopen. Van we hebben geld, we moeten wat doen. We doen maar wat. Toch? Nu stond er best een aardige ploeg. Er hoeft toch geen vier man meer te kopen. Nou ja, ze willen groeien, ze willen door. Juist. Ze willen promoveren. Juist, Wouter Gudde.
is bezig. Ja. Let him cook. We gaan door naar de quiz. We hebben elke week twee spelers en trainer in het stadion. En een moment die ik ga omschrijven aan de hand van vijf hints. Joop en Ferry gaan raden. Heb je het fout, doe je niet meer mee. Heb je het goed, ben je steeds dichterbij. Het zijn van de KKD Lord. We gaan beginnen met de eerste speler. Zijn jullie er klaar voor? Ja. En de mensen thuis mogen meedoen. Ja. Zeker weten. Zeker weten. Doe vooral mee. Ik ga even de antwoorden erbij doen. Gewoon lekker door je eigen huis heen het antwoord schreeuwen. Gewoon roepen. Gewoon roepen. Juist. Nou, ik weet dat Rick Kruijs zit altijd in zijn auto mee te doen. Ja. Oké, dan gaan we met de eerste speler. Hint 1. Deze middenvelder promoveerde met zijn club naar de Eredivisie, maar speelde het jaar daarna in de Eredivisie voor een andere club. Ja. Hint 2. In zijn eerste Eredivisie seizoen werd hij gelijk kampioen. Hè? Mm-hmm. Bij die nieuwe club dus, ja. Ja. Hint 3. Terwijl Ted van Leeuwen voor hem geen toekomst zag bij FC Twente. Ik weet het niet. Wiefer. Oh, netjes zeg. Was ook ver, van Excelsior naar Feyenoord. Heel netjes. Zeker weten. Ja. Hintje 4 was slechts 2 maanden na zijn basisdebuut in de Eredivisie. Debuteerde hij in Oranje. En hintje 5 was deze krullenbol speelt een bizarre wedstrijd tegen de club van Joop in de strijd om promotie. Ah, dat is toch niet normaal hoe snel dat is gegaan met die gozer. Ja. Die Wiefer, ja. Maar waarschijnlijk volgend jaar in Spanje. Atletico die is geïnteresseerd. Napoli is volgens mij geïnteresseerd. Daar moet hij niet heen. Lekker Atletico. Mooie club. Nou, Napoli heb ook wel. Is een geweldige club, maar Atletico. Lekker in Spanje. Madrid, heerlijke stad. Mats, lekker Matsie, doen man. Lekker doen. Lekker doen. We gaan door naar de tweede speler. De eerste hint. Deze speler is momenteel actief in de KKD. Nou, dat kennen wij hem. Hint 2. Hij speelde samen met Virgil van Dijk, en Bastian Schweinsteiger. Oké. Hebben die samen gespeeld? Nee. Dus hij is de missing link. Hij heeft bij Minsk en Liverpool gespeeld. Of bij Willem 2 misschien in de jeugd. Zou ook allemaal nog kunnen. Dus we kunnen echt alle kanten op. Hintje 3. Bayern, Swiney. Hij is 1 keer een buitenlands avontuur aangegaan. Ja, dat moet wel. En heeft sinds zijn terugkeer in 2019 bij 3 huidige KKD-ploegen gespeeld. Dus het is geen goede speler. Nee. Weet jij het al? Nieuw weet het. Ik weet het niet. Zit hij nou tegen jou voor te zeggen? Nee, ja, dat moet hij niet doen. Hintje 4. Deze aanvaller zal waarschijnlijk niet zo snel op de koffie gaan bij Frank Wormoed. Bij Heracles of Groningen? Groningen heeft hier ruzie gemaakt. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nee. Eentje 5. Laat hem niet in zijn hempje staan. De Leeuw. Michael de Leeuw. Michael de Leeuw? Ah, die hebt dan bij... maar met Schweinsteiger. Ja, is dat in Amerika, geweest? Chicago Fire. Oh, Chicago Fire heeft Schweinsteiger gezeten. Ja. Juist. Oh, ja. Juist. Maar Schweinsteiger is toch die voetballer, of niet? We gaan door naar de trainer. De eerste hint. Achilles 29 speelde haar allerlaatste Jupiler League wedstrijd ooit tegen deze trainer. Tegen deze trainer? Ja. Hintje 2. Hij coachte toen een jong ploeg, maar niet bij de club waar hij later hoofdtrainer werd. Nou snap ik er niks meer van. Ik zit daar zo niet in deze week. Hij coachte een jong team... Maar niet waar die... Oké. Okay. Daarom hoor ik dus in de daily. Ja, maar okay. Ja. Free Lars. Free Lars. Hij leest alleen maar voor. Hè? Later vertrok hij naar een club in de Eredivisie waar hij als assistent begon. Hint 4. In 2020 mocht hij het stokje overnemen als hoofdtrainer omdat de trainer destijds stiekem in een gesprek was met een concurrent. Pascal Jansen. Netjes. En weet je bij welke ploeg? Jong PSV. Ja. Toch? Ja. Nou, daily materiaal, hè? Zo, jongen. Absoluut. We gaan door naar het stadion. De eerste hint komt hier aan Cuco Martina. Hey. En Ralf Seuntjes maakte hun thuisdebuut in de KKD in dit stadion. Thuisdebuut. Hebben die bij dezelfde club gespeeld? Hintje 2. Het biedt plaats aan 5000 supporters. Hintje 3. De club die hier speelt, speelt al sinds 2011 niet meer in de KKD. Oh, waar dan? Hint 4. De laatste thuiswedstrijd in dit stadion in het Nederlandse profvoetbal. Oh, ik weet hem. Haarlem? Was nee, RBC. Onder leiding van Dien Goree. Ja, is RBC dan? Is ja, maar RBC? Bij welk onderdeel zijn we? Het stadion. Ja, het aftikstadion, weet ik hoe dat op dat moment heet. Ik ook niet weten hoe dat heet. Is gewoon een sponsornaam. Maar hoe heet het? Oké. Het Mitsubishi Stadion. Nee, van RBC vast en goed stadion. De Luiten. De Luiten, ja, zo heet het natuurlijk. Het heet toch tegenwoordig het Atik Stadion. Atik Stadion. Maar toen heette het vast en goed stadion. Ja, maar even kijken. De laatste thuiswedstrijd in het stadion in het Nederlands profbal was onder leiding van Dien Goree.
Was die scheids? Nee, die was trainer. Oké. Hey, maar heeft Koeke Martina zijn debuut gemaakt bij RBC? Maar Ralf Seutjes dus. Ja, dat wist ik. Ja, wist je dat? En ik wist ook dat Koeke Martina er heeft gezeten, maar niet dat hij daar zijn debuut heeft gemaakt. Even kijken. Woetroe die heeft de quiz gemaakt. Ja, dat zal kennen. Dat kan wel eens de laatste baby zijn. Nee, die maakt geen fouten. Nee, hij heeft hem goed. Het klopt inderdaad. Zo. Ja. Woetroe maakt geen fouten. Woetroe maakt zeker weten geen fouten. En dan gaan we door naar het moment. De eerste hint. We zijn op zoek naar een moment uit het jaar dat Oranje voor het laatst in de WK-finale stond. Oké, 2010. Toch? Ja. Hint 2. De gebeurtenis was sinds 1972 niet volgekomen. Nederland in de WK-finale. Fout. Hint 3. Hans de Koning was ten tijde van dit moment de hoofdtrainer. Hansje de Koning, ja. Hint 4. Het heeft te maken met promotie-degradatie, maar niet met de Eredivisie. Naar beneden. Hint 5. De club waarover dit gaat speelt in de KKD onder een iets andere naam. Dus ik zou dus op, misschien was het ooit FC Os. Hè? Dat naam, FC Os, Top Os. En daarna is hij weer top geworden. Dat klopt. Ja. Het was de degradatie van FC Os in 2010. Ja. Oké. Okay. Mooi moment. Prachtig moment. Ferry de Bond, gefeliciteerd. Jij hebt gewonnen. Dankjewel. Ik vind het mooi dat... Ik zat er niet in. Toen bij Top Os, toen het jaar daarna, die wilden heel graag weer promoveren natuurlijk. Mm-hmm. Want die waren de, maar niemand anders wilde promoveren. Dus Top Os, die lieten ze gewoon allemaal die wedstrijdje winnen. Want die wilden weer terug die KKD in. Ja. Klopt, ja. FC Os, toen waren mensen helemaal woest, waren ze toen. Dat is, ja. We gaan... Het is ook gewoon top, hè? Top Os. Top. We gaan door naar de voorspellingen. Ja. En we beginnen eventjes met Colin Bekers en Michel Koijker. Ja. Die vorige week natuurlijk... Lekker gelachen. Ja, die hadden even veel antwoorden goed. En die moesten hun meest pikante foto opsturen. En pikant was het. Absoluut. We hadden namelijk... Het is heel moeilijk om uit te leggen. Ja, dat mag je even uitleggen. Michiel Koijker kwam in ieder geval met de volgende tekst. Liever de sokken dan ooit nog commercieel directeur worden van MVV. Waarin hij verkleed als... vrouw. Ik weet niet of hij links of rechts is aan iemand anders een ballon aan het likken is. Altijd maar pikante foto. Maar pikant, pikant. Ja. En Colin Bekers die zegt, ik hoop dat dit genoeg mannelijkheid is waarin we twee blote reten zien. Ja. Ik zou zeggen, Mark Overmars wordt hier een jaar voor geschat. Ja, die vond ik wel het meest pikant hoor, die blote reten. Die vond ik ook wel mee pikant. Ja, die heeft echt blootheid. Ja. Ik vond ze dus, allebei goed. Ja, zeker. Was leuk. Zeker. Maar die is het meest pikant. Colin Bekers gewonnen? Ja, 100%. Ja, Colin Bekers, van harte gefeliciteerd. Sokken komen naar jou toe, man. Inderdaad. Witte kont, hè? Ja, heel wit. Ja, terwijl het wel op vakantie lijkt. Ja. Skiën, denk ik. Maar. We gaan door in de oude voorspellingen. Wat wordt de Top Os tegen Telstar? Dat werd 1-0, had niemand goed. Nee, ja, wie verzint dat? Vraagie B. Hoeveel basisspelers bij Emmen Groningen dragen bij de aftrap geen handschoenen? Dat waren er 13, had niemand goed. Oh. 5 van Jong Ajax zonder handschoenen en 8 van Willem II. Ja. Dan noem je een andere wedstrijd net, hoor. Toch? Emmen Groningen. Ja. Maar die ging niet door, dus die wedstrijd is veranderd. Ja, oh, dat was veranderd. Ja. Naar de Jong Ajax Groningen. Oké. Vraagje C. Wat is de conclusie van vriend van de show Rick Krijs naar VVV ADO Den Haag? Zijn reactie was niet te zien op de site van ESPN, maar na een stukje onderzoeksjournalistiek bleek de conclusie van Rick verdiende overwinning. Kijk. Puntje voor Lars. Duidelijke teksten weer. Ja, zeker weten. Ja. En Wouter weer goed opgezocht. Hè? Ja. Zeker. Woetroe. Maakt geen fouten. Opa Woetroe. En dan de laatste vraag. Wie scoort er vrijdag vaker? Martijn Kaars of Top Os? En het was Top Os. Ja, deze had ik niet aan zien komen. Ferry de Bond, puntje voor jou. Heerlijk. Dan betal hij gewoon gek aan het doen. Ja, hij was weer gek. Hij was weer raar aan het doen. Even serieus nu. Ja, lopen weer. Jongens, die fles wijn komt mijn kant op. Dat denk ik wel, ja. De tussenstand, Lars van Velsen 15 punten, Joop Buit 14 punten. Jawel. En Ferry de Bond heeft de achtervolging ingezet en volgt op 12 punten. Ferry komt eraan. Serieus, sta ik nog zo ver achter. Ja. Ik ga het ook wel even serieus doen. Even kijken, dan naar de winnaar. Van dit de blijft enige... echt schandalig, hè. Dat wij gewoon, ik heb het al een keer eerder gezegd, maar wij delen allemaal sok uit de mensen die er 3 of 4 goed hebben. Ja. En wij zitten al voorbij de winterstop en ik heb 12 punten op al die voorspellingen. Ja. Dat is niet best, hè. Nee, dat is niet best. Nee, dat is niet best. Dan de winnaar van de enige echte, de eerste, de beste sokken van deze week. K van Gein met als goede antwoorden 13 spelers zonder handschoenen. En dat Top Os vaker zou scoren dan Martijn Kaars. Maar het zijn echt lekkere sokken hoor. Kwaliteit sokken. Het zijn heerlijke sokken. Dus Wie zei Kai van Gein van Roda? Ja. Die heeft gewonnen. Stuur even een mail naar mart@fcafkikker.com. Dan komen de sokken zo snel mogelijk jouw kant op. Ik heb weer een aanradertje, man. Oh, wat dan? The Voice of Kaal Hai.
Dat is een clubpodcast van Roda. Yeah. Maar weer precies zoals het... Ik heb het geluisterd deze week. Yeah. Ja. Want ik kreeg een tip van iemand op Instagram. Precies zoals het moet. Presentator onverstaanbaar. Yeah. Een heerlijk Limburgs accent. Een kerkradens accent. Heb jij dat wel eens geluisterd, Nieuw? Zitten er nog steeds 51 sponsors in? 51 ja, sponsors. Het begin, je moet er echt doorheen. Dat is echt niet normaal. Van sponsor naar sponsor naar sponsor. Items ook in het programma zijn ook gesponsord. En dan spreekt hij ook zelf in. Ja. Heerlijk. Dat is top. Ja, ik heb ervan genoten. The Voice of Kaal Hai. En heb je een naam ook? Wie dat, of weet je, wie nee, dat, ik ben een naam even kwijt. Dat verstond ik niet. Nee, we gaan door naar... Ja, maar leuk, want bijvoorbeeld nu de laatste is ook met Spierings. Die is daar ook gewoon te gast. Dus dat is wel leuk hoor. Okay. Echt een tip voor de mensen. Top. Stijn. Voor de echte KKD-liefhebbers. Okay. Ja. Voor de connoisseurs. Juist. Dat zijn wij. We gaan door naar de nieuwe voorspellingen. Vraag je A. Ja. Wat wordt Groningen tegen Jong AZ? 3-0. 3-0. 3-1. 3-1. Serieus blijven. Houd dit vol. Ja. Ja, dan ga ik toch zeggen een gore 1-3. Nee, een pokoetje weer. Pokoetje. Maxi weer. Maxi. Maxi is goed. Ja, joh. Zijn bij Vitesse dan. Maxi goed. Oh ja. B. Wat is de gemiddelde leeftijd van de basiself van ADO tegen FC Emmen? Gemiddelde leeftijd. Dat vind ik ook lastig hoor. Ik weet het al. Nou, vertel. Nee, nou ja. Nee. Hallo, daar kunnen jullie er net omheen hangen. Het is natuurlijk een oud team. Maar ze ook een paar jonge gasten wel volgens mij. Dan zeg ik zo 28. Komma? 3. Sorry? Nee, jij eerst. Ik zeg 30,8. Dat is wel heel oud, hè? Ja. 25,2. Okay. Deze ga ik pakken, denk ik. Ja, 100%. Ja, hè? Okay. Vraag IC. Op welke manier viert Bob Peters een doelpunt tegen NAC Breda? Ja, die pakt zijn muts en die gooit zo die muts van Nijs of zo die lucht in. Tuurlijk. Gooit zijn muts omhoog. Ferry? Ja. Hij heeft niets te vieren. Oeh. Oei, 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 oei. Ga je verslag schrijven? Ja, ja, Martin is natuurlijk niet meer bij. Vandaar dat ik het even jij, wat denk jij, Lars? Ik denk dat hij niet juicht. Oké, hij blijft stoïcijns. Hij is stoïcijns. Ja, zo van scherp blijven. Juist. En dan moet je zelf dan uitstralen van stoïcijns. Juist. Jongens, we moeten nog door. Juist. Ja. Kaarsje gedraag je, jongen, tegen NAC. Absoluut. Rustig aan. Dan gaat hij weer koprolletjes maken. Ja. Ik krijg ook nooit meer een foto voor je. Nou ja. Ook mooi. Vraag idee. Wat presteert de Son of God tegen zijn oude club VVV Venlo bij de Graafschap VVV? 1 assist. Oké. Okay. Hij zit er wel lekker in, ja, hè, Wolfie? Ja. Echt. Ik denk 1 doelpunt. 1 doelpunt. Ja. En ik zeg 1 doelpunt en 1 assist. Ja, Lars gaat het weggeven, jongens. Die gaat het helemaal weggeven. Ralf gaat maar even zijn best doen. Ja. Toch? Lekker man. Nou, het zit erop. De vrijdagmiddagborrel. Mooi zo. Iedereen heel veel plezier vanavond natuurlijk met het schakelkanaaltje. Of lekker stadionnetje. Of lekker stadionnetje. Ik ben zelf in het stadion. Tegen? Tegen Emmen. Tegen Arjen FCE. Moet kunnen. Ja, die pakken we wel, man. Tuurlijk wel. Kennen er geen kloten van je. Iedereen bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vergeet niet 5 sterren te doen op Spotify. Vergeet niet te liken en te subscriben op YouTube uiteraard. En dan zijn wij volgende week woensdag weer terug. Zeker. Yes, zie jullie dan. Met een nieuwe show. Oké dan. Hoi, dan. Hoi. Wij drinken er hier nog eentje. En als jullie dan ondertussen kunnen liken, abonneren, subscriben. Weet ik het wat allemaal op het FC Afkikker kanaal. Dan zijn wij jullie zeer erkentelijk.